Welkom bij de uitleg van basisstof 2 en die gaat over organen van planten. In deze baasstof gaan we kijken uit welke organen een plant bestaat. We gaan kijken wat de functies zijn van die organen. En dan komen we automatisch ook terecht bij het begrip fotosynthese en bij houtachtige en kruidachtige planten. Dan beginnen we eventjes met de organen van de plant die we dus gaan bespreken. En de organen van een plant dat zijn de bladeren, de stengels en de wortels. Nou, dat zie je mooi in deze afbeelding, en we gaan ze zo dus ook aflopen. We beginnen met de, als ik het goed heb, de wortels, dan de stengels en dan de bladeren. Dus we lopen precies in de tegenovergestelde richting af. Dan beginnen we met de wortels. En als we kijken naar een plant, dan noem je alle wortels van een plant samen een wortelstelsel. In dit geval zie je bij deze plant dat hier een hele dikke wortel zit, dat is de hoofdwortel. En daar zitten dan vervolgens allemaal zijwortels aan. En die vormen dus samen dan dat wortelstelsel. En hier rechts een ander voorbeeld van een wortelstelsel. Dat kun je heel mooi zien doordat een stuk van de grond is weggeslagen. neem aan door de rivier. En overigens, als je nu dingen op de achtergrond hoort, dat klopt. Want mijn hanen zijn aan het kraaien. Geweldig dat ze dat precies op dit moment verstijgen te doen. Maar goed, we gaan door. Um, dus dan kun je zo heel mooi dat wortelstelsel zien. Op die wortels zitten, als je daarop inzoomt, allemaal wortelharen. Dus je hebt als het ware dus die kleine zijworteltjes en daar zitten dus weer allemaal wortelharen op. En dat zorgt ervoor dat die plant heel goed water kan opnemen met allerlei mineralen en allerlei stoffen die die plant dus nodig heeft. Je kan ze vaak ook wel zien als je sommige wortels van dichterbij bekijkt. Nou, de wortels van een plant hebben dus een drietal functies. En ik heb ze hier even voor je op een rijtje gezet. Als eerste zorgen ze ervoor dat water en mineralen worden opgenomen uit de bodem. En wat ik net al zei, je kunt dat soms heel mooi zien ook aan die wortel, dat ze van die wortelharen hebben. En die wortelharen, die zijn echt bedoeld om dat water goed te kunnen opnemen. En hebben dus ook een hele belangrijke functie. Je ziet dat door sommige natuurinvloeden, hè, omdat er een tijdje heel veel zure regen is geweest, eh, dat die wortelharen met name van naaldbomen eh, kapot gingen daardoor. En da waardoor ze heel veel van hun naalden verloren. En dan zie je dus ook meteen de functie daarvan. Dus als die wortelharen dus kapot gaan, en dan kunnen ze dus niet goed meer dat water uit de bodem opnemen, en dan vallen dus een deel van die naalden eruit. Dus ze zijn echt super belangrijk, die wortelharen. Nou, dan zie je vervolgens ook dat die wortels heel belangrijk zijn voor het vastzetten van een boom of plant. Hij houdt zich met die wortels dus heel stevig vast. Dat kun je dus ook heel mooi zien aan dit voorbeeld. Er zat hier waarschijnlijk ooit allemaal ja, iets van aarde of zand overheen, waardoor die, dus die wortelen niet zo goed zichtbaar waren. Maar daar houdt zo'n boom zich dus keurig mee vast. En hoe groter dat wortelstelsel is van een boom, hoe beter die zich natuurlijk kan vasthouden in de grond en hoe minder makkelijk die omvalt. En dat geldt natuurlijk ook voor kleinere planten en eh, niet alleen voor grote bomen. Dan is het tot slot zo dat planten ook in de wortelen allemaal reservestoffen kunnen opstaan. Je ziet wel eens, hè, of je ziet wel eens, je ziet dat elk jaar gebeuren op het moment dat het herfst wordt, net als nu, dan verliezen bomen heel veel bladeren. Dan komt de winter en na de winter kunnen ze in één keer allemaal bladeren krijgen. Dat komt onder andere omdat ze dus in hun wortelen heel veel reservestoffen hebben opgeslagen. Dus op het moment dat het weer lente is, dan kunnen ze dat gebruiken om meteen weer bladeren aan te maken. Uh, die reservestoffen zijn voor ons ook superhandig, want wij eten ook uh, wortelen. Nou toevallig eten dit natuurlijk wortels, uh, maar er zijn natuurlijk veel meer type wortelen van planten die wij ook gewoon kunnen eten. Want ja, er zit gewoon heel veel energie in. Eigenlijk bedoeld voor die plant, maar wij kunnen dat ook uh, super handig gebruiken. Dan komen we vervolgens aan bij de stengel van de plant. En de stengel van de plant heeft twee functies. En ik begin even bij de nummer twee, die staat niet als eerste omdat het anders niet hier onder mijn plantje paste. <laughs> dus de functie van de stengel nummer twee is de verbinding vormen tussen de wortels en de bladeren. Wat je net gezien hebt, is dat die wortelen die hier ergens onder de grond zitten water en mineralen opzuigen. En die zijn natuurlijk in alle delen van die plant nodig. Dus dan is het heel handig als dat door die stengel heen kan en dus naar die bladeren toe kan. Dus in die zin vormt dat een verbinding. In de bladeren zul je zo zien, daar worden ook weer stoffen gemaakt en die moeten ook weer naar beneden toe. Dus op die manier vormt dat dus in twee richtingen een verbinding. En je kunt de stengel eigenlijk ook gewoon wel zien natuurlijk als een soort kapstok voor de plant. In dit geval heeft dit plantje maar vier bladeren. Maar op het moment dat je kijkt naar een boom, dan zitten er aan die stengel natuurlijk ook nog allerlei takken vast en nog veel meer bladeren nou een soort van kapstok voor alle onderdelen van de plant. Dan is er nog iets aan de hand. In die stengel zitten namelijk allemaal vaten. En dat wil zeggen dat er een soort buisjes doorheen lopen. En die buisjes die beginnen hier ergens bij de wortelen en die gaan vervolgens ook door die stengel heen en die komen uit bij al de bladeren. En door die buisjes heen worden allerlei stoffen vervoerd vanaf de wortels. Gaat dus water en mineralen naar boven toe, naar die bladeren toe. In de bladeren zul je straks zien, daar vindt een heel belangrijk proces plaats, dat heet fotosynthese. En bij die fotosynthese wordt onder andere suiker gemaakt, glucose, en die moet ook weer naar beneden worden vervoerd, omdat dat kan worden opgeslagen in de wortels. Dus vanaf de bladeren gaat ook weer vloeistof met onder andere dus die glucose terug naar beneden. Dus die stengel is ontzettend belangrijk dus ook voor het vervoer van stoffen in de plant, omdat er dus allemaal buisjes in zitten. En als je daar een beetje naar kijkt, naar de dwarsdoorsnede van zo'n stengel en je legt het onder de microscoop, dan krijg je zoiets als dit te zien. En dan zie je dus ook dat er allemaal kanaaltjes doorheen lopen. Sommige kanaaltjes dus voor stoffen, om stoffen te vervoeren van beneden naar boven, en andere kanaaltjes van boven naar beneden. Dus stiekem is een plant best wel mooi als je dat onder de microscoop kijkt. Uh, die buisjes die lopen overigens niet alleen als een enkel buisje, maar ze lopen echt in bundeltjes bij elkaar. En zo'n bundeltje met die. Buisjes of een bundeltje met vaten, dat noem je dus een vaatbundel. En er zijn dus vaatbundels die vervoeren dus die stof van onder naar boven en van boven naar beneden. Er zitten dus aan het eind van alle takjes zitten uiteindelijk bladeren. En een blad dat bestaat uit een aantal onderdelen. Je ziet uiteraard hier het stiltje zitten. En hier zie je vervolgens de hoofdnerf lopen. En de hoofdnerf die zit dus aangesloten op die buisjes uit die stengel. Want door die hoofdnerf heen kunnen die stoffen dus vanuit de stengel zo hier naar het blad toe. Er zitten hier ook allemaal zijnerven, dat zijn nog meer kleine buisjes als het ware en er zitten ook weer nog allemaal kleine nerfjes daar weer tussen en je ziet dus ook nog dat er allerlei groen tussen al die nerfjes in zit en dat groene dat noem je het bladmoes. Dus we hebben de stengel, we hebben de hoofdnerf, we hebben de zijnerven en daartussen zit dus het bladmoes en het bladmoes is zoals je wel kunt zien groen. En dat is belangrijk, want als je kijkt naar een plant, dan kan er in zo'n plant fotosynthese plaatsvinden. En met behulp van fotosynthese maakt een plant glucose en zuurstof. En dat werkt als volgt: we zien hier een, een setje met bomen. En die bomen die zuigen via hun wortels allemaal water op, onder andere. En via de bladeren kunnen ze koolstofdioxide opnemen. Dus dat water en dat koolstofdioxide, dat komt dus terecht uiteindelijk in die bladeren. En wat kan er vervolgens gebeuren doordat de zon op die bladeren schijnt? Of dat kan natuurlijk ook licht zijn, bijvoorbeeld in de kassen hè, waar planten geteeld worden. Maar we gaan er even vanuit van de zon. Hè. De zon schijnt dus op die bladeren. En de energie uit die zon kan dus gebruikt worden om van dat water en koolstofdioxide, glucose en zuurstof te maken. Nou, de glucose kan de plant zelf gebruiken om te groeien, om vruchten te maken. Uh, een deel wordt opgeslagen in de wortels. En zuurstof. Is natuurlijk ook super handig voor ons en alle andere dieren op aarde, omdat wij natuurlijk zuurstof heel hard nodig hebben, ook voor de verbranding in ons lichaam. Daarom halen wij adem. Dus zo zie je dat het proces van fotosynthese, daar worden twee hele belangrijke stoffen gemaakt. Wat je daaraan kunt onthouden is het volgende: het woord fotosynthese, dat bestaat eigenlijk uit een soort van twee woorden. Het bestaat namelijk uit foto en uit synthese. Foto is eigenlijk een ander woord voor licht en synthese is een moeilijk woord voor iets maken. Dus met licht wordt iets gemaakt. Wat wordt er gemaakt? Nou, glucose en zuurstof met behulp van zonlicht. Fotosynthese, dat is toch absoluut niet het laatste wat je er nu over gehoord hebt, maar dan heb je in ieder geval alvast even een beeld. En dit is dus ook een ontzettend belangrijke functie van bladeren, dat er dus fotosynthese in plaats kan vinden. Kijken we nu naar planten, dan zie je dat er twee typen planten zijn: je hebt de kruidachtige planten en de houtachtige planten. Kruidachtige planten bevatten weinig hout, houtachtige planten zoals bomen bevatten veel hout. Klinkt heel logisch en is het ook. Wat je daarbij moet onthouden is dat kruidachtige planten bijvoorbeeld zoals deze brandnetel hier die gaan slap hangen op het moment dat ze niet genoeg water krijgen. Dat zie je misschien ook wel eens als jij bijvoorbeeld een plant in huis hebt, heb je een tijdje geen water geven, gaan ze vaak slap hangen. Dat zijn dus kruidachtige planten en die blijven dus stevig omdat ze genoeg water krijgen. Op het moment dat een boom Heel lang geen water krijgt. Ja, op een gegeven moment gaat die dood en dan valt hij om. Maar dat duurt wel eventjes. En je zult zien dat het nog heel lang heel hard blijft, dat hout. Ook een gekapte boom die op de grond ligt, blijft nog heel lang hard. En dat komt dus omdat dat houtachtige planten zijn. En die zijn dus stevig ook door dat hout dat in zo'n plant zit. Dan is hier nog de samenvatting. Heel veel succes en tot de volgende.